heeft dus weer de snelheid lekker te pakken. Buff van Ginkel heeft zijn portie problemen gehad. Rijdt nu ook buiten de top 10. Leek op weg naar wat betere klasseringen, maar de 8e etappe, de vorige etappe dus, ging het al niet lekker met Wuf. Nu lijkt het iets beter te gaan, maar Wuf op dit moment nog niet. Formaat heeft natuurlijk nauwelijks tot niet kunnen testen. Opluchting ongetwijfeld bij Wuf van Ginkel. Weet u nog wel, vorig jaar in de aanloop naar de rally, vlak voor de start van de eerste proef, toen crashte hij al op de verbindingsroute. Maar nu haalde hij gewoon ongeschonden.